NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Juist, Doobie Brothers, listen to the music. En dat doen wij hier nog steeds op Reddit nu. Je luistert naar NAKPRAAT. En inderdaad, de Grabbelton gaan we in. Leon, die all-star selectie van de afscheidswedstrijd van Anthony Leuning, die begint aardig vorm te krijgen. Ja, inderdaad. Volgens mij krijgen we zo met de dag een speler erbij die in dat team van onze teun Anthony Leuning zal gaan verschijnen. Ja. Het was al bekend dat Rob Penders en Ronnie Stam mee zouden doen. Ook ja, Jelle Terouwelaar natuurlijk. Penders is die geolied, ja? Ja, die heeft wat kruipolie in zijn knieën gespoten en die kan weer in de gang. Je hoort hem niet lopen. Ja. Dat was altijd, als er een corner kwam, als NAC een corner kreeg, dan zei hij wat horen we nou? Oh, Penders komt eraan. Maar hij komt dus wel binnen. Ja, absoluut. Een geweldige speler. Maar Leon, wie kunnen we... Ja, Jelle Terouwelaar, die komt dus ook nog. Oh, dat was dan zo. Ja, die hoeft er niet van heel ver te komen. Nee. Maar ik vind het leuk dat Pietje Paulusma weer terugkomt. Ja. Kees Kwakman natuurlijk, die heeft het op Twitter nog eens eventjes laten weten dat hij erbij is. En met een heel leuk filmpje. En niet veel daarna, lang daarna, volgde ook Tommy van der Leegte. Ja. Dat is ook heel erg leuk. Gele Tommy. Ja. Wel een leuke generatie. Dus kijk, ze voetballen 2 keer in 1/2 uur. Dus kijken of gele kaarten die kan pakken in 2 keer in 1/2 uur. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik denk 2. Ja. Hij komt 2 keer op het veld op. Dus dan pakt hij 2. Pakt hij gele kaarten. Zeg Leon, zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor die wedstrijd? Er zijn nog kaarten, ja. Er zijn je moet snel zijn, hè, geloof ik. Ja, je moet, want die biesheid in die vak G zit er bijna vol. Dus er zijn, natuurlijk iedereen wil die kaart hebben. Want er zijn slechts 10 euro natuurlijk. Dus, en wat gaat er met de opbrengst gebeuren? Die gaan natuurlijk naar de jeugdopleidingen van zowel NAC als FC Den Bosch. Kijk, dat bedoel ik. Daar kunnen ze hele mooie dingen van doen. En bij de jeugdopleiding kunnen ze het hard gebruiken, want ze willen een nieuwe bus hebben. Ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, en moet iedereen nou 10 euro betalen om even zijn bruggetje te maken? Dat is een heel goed bruggetje. Ja, goed hè. God, waar ben ik over? Nee, want er zijn natuurlijk een paar van die lucky bastards. Ja. Zo ongeveer 1300 bijna. Zo. En die zijn lid van de club van 1912. Aha. Dus die hebben het voordeel dat ze gratis er binnen mogen. Kijk. En dat kunnen ze doen, ja, elke tribune van het stadion. Maar ze zijn welkom op de hoofdtribune, waar ze in de Cordial vanaf een uur of 6:30 worden ontvangen om daar een heel filet af te leggen en biertjes te drinken. Dat doen we niet anders, hè? En er zijn ook wat... na de wedstrijd kunnen ze daar ook naartoe. Ze kunnen op de hoofdtribune zitten, maar ook op andere tribunes. Na de wedstrijd is er ook iets heel leuks aan de gang. Dan krijg je de loterij van een lot wat je hebt gekregen. En de club van 250 is aanwezig. Wie zijn dat? Dat zijn al die spelers... Die, zover ze nog leven. 250 wedstrijden. Dat zijn er best veel. En dat zijn best wel aardig wat spelers. Dat zijn leuke gasten. Die daar wil je best tussen doorlopen. En er zijn natuurlijk een aantal selectiespelers. Maar natuurlijk, most of all, Anthony Leuling. Daar kan je nog een balletje mee maken. Kijk, heel goed. Maar ik wist het al te melden. Ja. De bootcombi, die is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Ja, inderdaad. Maar nog steeds toegankelijk. Ja, dus we blijven hem even op de agenda zetten. Dus geen hardnekkige geteuze van de Breda Locus. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Wil je mee, dan kun je mee. Ja, donateurs hebben even een voorrang genoten. Die voorrang is verlopen nu. En nu is voor iedereen toegankelijk. Maar en wat was dat e-mailadres ook alweer? Dat is een hele moeilijke, want dat is boot. Kijk. En dan op enter drukken en dan ga je naar een hele mooie site. .nl. Ga naar die site, schrijf je in. En je bent erbij op de boot naar Waalwijk. Want erbij zijn is meemaken. Ja, juist, heel goed. Want dit is jouw club. Jij hoort er ook bij. Uw applaus is voor zanger Arno Verschuren. Ja! NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Dan even goed nieuws voor Stam en Eke. Oh. Ja. Ja, oeh. Kijk, nu nieuws voor Stam en Eke. Ja, want hij won. Hij is weer redelijk back in... Nou, niet helemaal back in town, maar wel een beetje in de buurt. Ja, hij is onze Robert Schilder. Robert Schilder, ja. Want hij... Heeft hij dat nou gedaan voor aanstaande vrijdag, voor morgen? Ik vrees dat niet gaat lukken. Ik denk het wel. Ik heb, doet hij mee? Ik ga er niet vanuit. Nee, maar hij is er wel bij. Toch wel. Ik denk dat hij naast Feesie mee zit. Hij zit naast Feesie en dan zegt hij van... Ik weet de goede kroeg hier, jongen, in Breda. Ik denk dat die Kees Luijs ook nog eens uitgenodigd. Ja, Kees. Ja, dan gaan ze met... Do you go with me to the Stemmenink? Stemmen niet! Ik heb ook ergens een comment gelezen van als hij nou 2 zijn eigen doel schiet, dat hij dan misschien de hele avond gratis bier krijgt bij Stammenegen. Ja, Stammenegen heeft zich altijd wel van die acties. Ja, daarom. Ja, dat is heel goed. De Schilder was kort. Maar ja, dan, nee, ik hoor het Annie al zeggen. Als Robert Schilder vanavond 2 keer in zijn eigen doel scoort, krijgt heel het stadion vanavond gratis bier. De sponsor van de derde helft. De derde helft.
Maar ik denk niet dat het gaat. Ik heb dat net nog op fcdenbos.nl gekeken en daar stond nog steeds niet geen item over dat hij echt is aangetrokken. Helaas. En ik denk dat ze hem vanmiddag voor 12 uur hadden moeten aanmelden. Ik kan bij de KNVB. Ja, maar toen was hij net wakker. Ah dus. Ja, tuurlijk. Vol die net de vismax er altijd. Ja, dat kennen we net. Nee, maar later misschien. NAKPRAAT, Grabbelton Nieuws.